Goedemiddag allemaal. Voor het eerst op de middag. Dus even kijken hoe dat gaat. Mijn naam is Ellen Liefding van Bij Ellen uit Rinnegom. En ik ga jullie vandaag meenemen in het maken van een schilderij. Zoals gezegd, voor de eerste keer nu eens in de middag. Ik ga kijken hoe mij dat bevalt. Ik heb gemerkt dat heel veel van jullie het natuurlijk later terugkijken. En dat het voor mij toch echt ook erg makkelijk is om in de middag uitzending op te nemen. En dan probeer ik de avonden ook wat vrij te houden. Kunnen jullie misschien wat voorstellen? Als wij zo hier nu naar buiten kijken, dan hebben we niet zoiets van, oh, het is zomer. Maar we gaan er toch vanuit dat het zomer gaat worden. Ik was even mijn scherm aan het bijhalen. En ik was dus aan het uitleggen dat ik in de middag ben. En ik zie dat er evengoedsmiddags ook mensen wel vrij zijn en die kunnen kijken. Volgens mij zie ik Henny en Marianne. Nou, gezellig dat jullie meekijken. Vandaag is een anders als anders projectje. Ik ga niet te veel kijken, maar heb je een vraag tussendoor dat je echt denkt van, oh, geen idee hoe dit werkt. En hij blijft erg inzoomen, zie ik wel, om het beeld goed scherp te krijgen. Ik ben ermee bezig om ook dat allemaal nog beter te krijgen, zullen we maar zeggen. Ik heb geen voorbeeld, want ik ga het live opbouwen. Ik ga een schilderij bouwen. Ik heb wel al heel veel door de Big Shot gehaald. Dit is de Beauty Abound, de Butterfly Beauty Die Set. En ik had hem vrijdag gekregen en ik had zoiets, oh, het klopt niet, er zitten twee velletjes in. Ik moet even met Stampin'Up bellen dat er te veel dies in zitten. Maar dat is dus niet zo. Er horen er gewoon 20 dies zitten erin. En twee van deze hele grote dus. Nou, ik had zaterdagmiddag weer een leuk kinderfeestje hier zo. En dit is absoluut niet alleen leuk met kinderen. Ook volwassenen zijn gek op vlinders. Maar ik heb wel zoiets van, als je een keer met kinderen aan de slag wil gaan, dan zijn vlinders gewoon altijd goed. Dus daarom had ik zoiets, nou ja, dit is de grote vlinderset die ook in de nieuwe catalogus staat. En ik had zoiets, die moet ik hebben. En je hebt dus een die voor een hele fijne en een die voor een iets meer papier, zal maar zeggen, grovere basis. En die kan dus ook heel erg gecombineerd worden. Ik ga vandaag een schilderij maken, maar van de week gaan jullie nog veel meer voorbeelden zien wat ik er op kaarten mee gemaakt heb. Ik ga vandaag werken met de inkollers die er na 4 juni uitgaan. Deze 5 kleuren, dat is de gewoonte hebben, Stampin'Up. Iedere nieuwe catalogus komen er 5 nieuwe kleuren in. En dat noemen ze de inkollers. En dan gaan de 5 die er 2 jaar in hebben gezeten, die gaan eruit. Nou, ik zie Henny zeggen dag, hoi. Ja, gezellig dat je er ook weer bent. En om jullie nog eventjes te laten zien hoe mooie kleuren het zijn. En het dus nu nog steeds mogelijk is om ze te bestellen. En ook voor als je ze hebt, maar je hebt geen navulling. En je denkt van, nou, die Lemon Line Twist, dat is echt een kleur die ik heel veel gebruik. Dan is het misschien een tip om nog een navulling te bestellen. En wacht dan niet tot het einde, want daarin is het echt op is op. Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken of ze überhaupt al op zijn. Ik heb ook nog wel hoor, dan kan je hem nog wel eventjes bij mij ook bijvullen. Ik ga aan de slag. Ik laat nog even de stempelset zien. Beauty Abound. Ik heb ook heel veel zin om daarmee kaarten te gaan maken. Het is echt een hele mooie bloem. En dit is ook zo'n leuk ding, hè? Zo'n druppeltje en zo'n spettertjes. Helemaal goed. Hij staat in de voorjaarscatalogus op bladzijde 13. Ik kom er zo nog wel eventjes op terug. Ik ga het papier even opzij leggen. Ik ga mijn 20 bij 20...
mijn canvasje erbij pakken. En die heb ik vanmorgen al eventjes in de gesso gezet. Want dat werkt altijd wel handig om eventjes... het ligt er wel eens aan wat voor canvas je hebt. Maar deze is nou niet het duurste soort canvasje. En dan is het wel handig om... ik zie ondertussen Ina en Else hebben me ook gevonden. Nou, hoi, gezellig dat je er bent. We gaan met vlinders aan de slag vandaag. We gaan lekker... jullie zouden het moeten zien, maar ik had zoiets om nou iedere keer weer scherp te stellen voor Geer. Ik ging natuurlijk ook weer eerst op zijn kop. Gaan ik maar gelijk met mijn handen beginnen. Ik heb een pot met water bij de hand. Ik heb witte acrylverf op mijn palletje gedaan. En ik heb daar met een navullingje heb ik een leuk kleurtje gemaakt. Maar ik ga nu eventjes groen maken. Witte acrylverf. En je navullingje, dat is natuurlijk gewoon ja, vloeibare waterverf, zeg maar. Zeer, hoe moet ik dat zeggen? Zeer veel pigment zit daarin. Dus je hebt echt maar een druppeltje nodig om heel veel kleur aan je witte verf toe te voegen. Dit is een hele lichte. Ik vind dat die nu wel iets meer kleur mag hebben, dus dan doe ik er nog een druppeltje bij. En het mooie is, we hadden het er van de week ook nog over, doordat ik met al die kleurtjes bij elkaar ga werken en straks met dat papier ook, dezelfde pigmenten zitten erin. Dus het klopt. Het klopt altijd deze kleuren bij elkaar en dat is gewoon heel fijn. Dus een canvasje. Gewoon leuk om weer eens wat anders te doen. Toch? Beetje kliederen. Kwastje. Ik heb een pot water ernaast staan. Kunnen jullie dat zien? Nou, maakt ook niet zoveel uit. Ik heb een klein schetsje gemaakt. Waar heb ik die gedaan? Nou ja, dat ik in ieder geval die vlinders aan de bovenkant wil doen. En aan de onderkant ga ik iets met grassen doen. Nou, ik ga niet te moeilijk doen. Maar ik ga gewoon een beetje flats doen. Altijd mooi als je een canvasje doet om ook de zijkanten eventjes mee te nemen. Dan wordt het meer één geheel. Ja, gewoon kijken wat je hebt, hè, aan verf en aan kwasten. Als je zoiets wil gaan doen. Soms denk je misschien, oh ja, oh, al die troep overhoop halen. Als je eenmaal bezig bent, dan denk je, oh, dat is dat het nou eigenlijk. Valt eigenlijk reuze mee. Nou, ik vind het eventjes genoeg van het lichte groen. Dan doe ik er eventjes een beetje acryl weer bij. En dan ga ik... Oh ja, neem niet kwalijk, lichtgroen. No, 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 no. That's not the name. Dat was Lemon Lime Twist, toch? Yes. En ik doe er nu wat Tranquil Tide bij. Dat is... Ja, ik vind het wel een hele mooie... donkergroene. We hadden hem van de week even naast de nieuwe groen van de nieuwe inkolers. En daar zit meer blauw in, maar is ook een hele mooie kleur. Maar het is wel familie van elkaar, hadden we besloten. Toch, Mel? Ik heb Marjan nog niet gesproken. Ik had er vrijdag even gesproken. Ik ben benieuwd. Ik ga het vast horen hoe je wandeltocht, hardlooptocht is geweest. Wandelen. Nou, poeh. Respect. Ik weet niet meer wat de actie was. Maar in ieder geval, het kwam erop neer met een hele groep van Den Helder naar Maastricht. Kijk, ik, nou, dit is natuurlijk weer heel erg nagedacht zoals ik doe. Hè? Nee dus. Maar zo ga ik gewoon grasjes doen. Schilderen lijkt misschien heel moeilijk dat je denkt, gewoon doen. Het is maar een doekje en vindt niks. Weet je, bzzzt, gesso er weer overheen of witte acryl en je kan weer opnieuw beginnen. Het is net zoals met sponsen. Gewoon zorg dat je bepaalde hoeken wat meer kleur hebt, meer terug laat komen. Jullie denken nu al, oh, dat wordt een hele lange uitzending. Nee, hoeft niet. Ik denk dat het... het is natuurlijk net hoe ver je wil gaan, hè. Hoeveel kleur en hoeveel moeite je
wil gaan doen. Ik heb mijn hiertoe bij de hand, dat dan weer wel, hè. En doe ik mijn eventjes droogvuilen. Ik heb heel dun gewerkt, dus dat maakt het niet zo heel veel uit. Nou zit er in deze serie geen blauw. Maar stel dat je nou zoiets hebt van, nou, ik vind het toch wel mooi om die bovenkant, dat vind ik eigenlijk wel leuk, ja. Of hou ik het wit? Ja, kan ook. Ik ga nu mijn vlinders er eventjes bij pakken. En die wil ik hier dus in op gaan verwerken. En ik wil hier zo dan een tekstje gaan maken. Ik laat het eventjes goed opdrogen. Tekstje. Gewoon stempelen op het doekje. Dat is lastig. Omdat je natuurlijk altijd ziet dat je hier weinig druk kan doen. Langs de randjes gaat wel. Maar in het midden is lastig. Dus dat doe ik dan met een foliepapier. Je hebt wel eens van dat papier waar je schoenen in ingepakt zijn. Of servetten. Daar kan je prima op stempelen. Nou is het wel zo dat we met college medium, zeg maar. Art medium, mod podge, geef het een naam gaan werken. Dus je moet met een watervaste stempel inkt gaan werken. En dat is, in mijn geval ga ik werken met de Stencil. Ik ga de tekst gebruiken. Our friendship isn't one big thing. Onze vriendschap is geen. Zo krijg ik raar. Oh ja, dat is ook zo. Je ziet er een vervolgje op. Ik inkt hem dus goed in. Stencil, je weet het, hè, die droogt heel snel op. Zit ik buiten het scherm. Maar ja, ik maak een afdrukje. Dus laat die niet te lang openstaan. Het is dus niet één klein ding, maar het is een million. Nee, het is niet één groot ding. Het is een million kleine dingetjes. Dat is ook zo, hè. Ik heb dit folie vorige week gekregen van Anita. Die had de hele tijd liggen en niks mee gedaan. En nu dacht ik van gelijk, oh, dat kan ik mooi daarvoor gebruiken. Aniet, dankjewel. En als je nou denkt van, shit, heb ik alles weggegeven? Ik heb nog. Het is heel snel droog, hè, maar toch. Ik doe het eventjes met de föhn aanzetten. Dan is hij goed droog. Het scheelt ook wel eens wat je, wie of wat je in gedachten hebt om voor te maken. Of het, dit scheur ik dus, hè. Met dit soort dingen is het altijd het mooiste om te scheuren. Zodat je geen harde lijnen hebt. En wat ik wil zeggen is, we hadden van het weekend hadden we Marie te logeren. Dus ik zit een beetje in de kleine meisjes fase. Die heb ik een beetje in mijn hoofd. En dan zie ik dus heel erg te denken van, oh, ik kan er wel met roze onder gaan werken. Dat lijkt me toch wel heel erg leuk. Wat je met schilderen altijd nodig hebt, is ook een, ja, daar is hij. Een lappie, een poetslappie. Of een oude handdoek, of weet ik veel wat. Dat je altijd je kwast tussendoor even schoon kan maken. Ik ga onder die teksten ga ik eventjes een vlarkje roze verwerken. Ik had het al eventjes geleden aangemaakt, dus hij is al een beetje aan het uitharden. Kijk, we hebben zo'n stempel ook, hè, waar dit zo'n afdruk op is. Maar ja, zo kan je het natuurlijk ook goed zelf doen. Kijk, dit moet echt dun.
Hoe leuk is dit straks? Ik zit het hier ter plekke te bedenken. Met die boterset die we gaan krijgen. Om dit te maken met... Ik zie een workshop. Yes, yes. Jullie denken nu, waar is het over? Nou, er komt een... De High Tide krijgt een aanvulling. Hij blijft ook in de serie. Maar er komt er weer eentje met een anker en dingen. En hoe leuk is het om dan een schilderijtje te maken met schelpen en dingen erop. Ik heb ook wel eens boten gemaakt al met kinderen. Maar... Kijk, een beetje roze, een beetje groen. Kijk, en dit gaan we straks in elkaar over laten lopen hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Kijk, dit stempel ik dus niet zo direct daarop. Dat ga ik met Art Medium vast plakken. Dat zeg ik, jullie hebben misschien ook wel eens, hebben jullie nog die vetterage ook meegedaan? Vast wel. Beetje Art Medium eronder op. Kijk, en doordat je nou met Cezanne gewerkt hebt, kijk, als je ziet, die roze is dus niet watervast. Wat je dan beter kan doen, is een beetje van dat medium op je blad doen. Anders is straks je medium heeft een kleurtje. Daar worden we niet zo blij van. Hij zit scheef, Ellen. Ja, nou ja, dan zit hij scheef. Dus een beetje plak eronder. Kijk, nu pak ik dat roze weer op. Hè. Ik vind het in dit geval niet erg. Waar komt de groen vandaan? Was er nog iets? Een beetje nat. Je moet altijd weer even drogen. Hè. Even de tijd... Om het erin te laten gaan. Anderen vinden het weer heerlijk om dat met hun handen te doen. Kijk, het rolt een beetje op, maar het zij zo. Ik zet hem weer even in het water, die kwast, tussendoor. En dan ga ik wat stempelen. Goed om in het gras te beginnen. Werkblad schoonhouden. Ik heb dat kleine druppeltje. Ik zal het even laten zien. Dat je dus op dat hout kan je aardig goed stempelen. Is het goed te zien? Maar stel dat je dat... hier wil gaan doen, dan zou je al met je hand eronder moeten gaan om het. Kijk, het kan wel. Dat moet je dus nooit met een tekst of zo doen. Maar om er een beetje een speels effect aan te krijgen, ga ik toch gewoon hier en daar wat van die droppels. En ik heb mijn hand er gewoon zo onder. Dat was de lichte de Lemon Line Twist. En nu ga ik even met de Tranquil Tide. Even de inkt eraf. Voor degene die net wat later zijn ingezoomd. Ik ben bezig met een schilderijtje maken. Met de stempelset Beauty Abound. En de... Kijk, hier krijg je dus dit wel met van die afdrukjes. Kijk, oh, nu maakt het niet uit, want we hebben het toch. Waterverf. Dan haal ik het eventjes weg. Beauty Abound. En ik ga met het herstel van de dies verwerken die in die mooie set zitten. Dus
toch wel grappig zo daartussen. Hè? Ja. Ik hou in gedachten dat deze hier gaat komen. Maar hier mag ook nog wat gaan gebeuren. En zoals ik al zei, er zit ook zo'n leuke spetterding op. Ik maak even een blokje leeg. Oops, sorry. Stoten. Vervelend dat hij nou toch zo steeds in blijft zoomen. Hè? Want nu zien jullie hem dus niet scherp, zie ik. Of misschien inmiddels weer wel. Hij is misschien wel te goed, deze camera. Ja. Met de Berry Burst en de druppeltjes. Ga ik wat... achtergrond wat hier wat kleur geven. Nou, je raadt al, als je natuurlijk wat vaker erover gaat, krijg je wat meer kleur. Niet de zijkanten vergeten. Nodig. Ik heb heel handig mijn scrubmat bij de wastafel laten liggen. Doe maar even zo. Ik vind het ook wel leuk om... Het is een heel leuk patroontje dit. Heel leuk ding. Oh, die doet het ook fantastisch op een kaart. Vorige week is de Paper Pumpkin... in de Nederland, of eigenlijk in de hele wereld, kon hij besteld worden en is hij hier binnengekomen. Echt heel erg gaaf. Het is wel erg wennen, dus het is kant en klaar eigenlijk. Want er zijn heel veel kaarten en enveloppen. Daar hoef je niet zo heel veel aan te doen. En is wel even wennen voor iemand die altijd alles graag zelf in control is. Om dat maar los te laten, om iets na te maken. Ik vind hem heel erg leuk wat je ermee kan doen. Ja, omdat het een verrassingspakket is voor de meesten... heb ik het nog eventjes, laat ik het nog niet zoveel zien, zeg maar. Dat is volgens mij een beetje de bedoeling. Begreep ik wat. Yes! Die. En dan gaan we deze er een beetje met meer effect. En nog wat vlindertjes ernaast. En grasjes ernaast plakken. Ik ga weer een laagje. Maar op mijn... Ik heb dan zo'n glazen werkblad. Maar je kan natuurlijk ook op zo'n... ja, noem ik het? Bakmat of zo. Oh ja, L. Dan ga je dus al dat effect wat je... Al die stippeltjes ga je weer weghalen. Ja. Ik heb misschien iets langer moeten. Ik kan het natuurlijk ook zo doen. Zie ik het dan nog in beeldje? Zit ik net uit te leggen dat het niet watervast is. En vervolgens haal ik er een kwast over. Ach, ik ben ook bij de mens, zullen we maar zeggen. Maakt niet uit als het er bovenop ook zit.
Hebben jullie hem nog in beeld? Nou, misschien net niet, maar ik ga zo terug. Ik heb hem nu dus de onderkant even apart gedaan. Deze heb ik in principe vlak, maar het hoeft natuurlijk niet helemaal. Die mag ook best een beetje omhoog. Dan doe ik gelijk die andere eroverheen. Ik ga hem nu niet helemaal dus intetteren, omdat ik hem op sommige punten wat omhoog wil hebben. Het wordt geen plat schilderijtje. Hè? Even goed afwegen, anders dan moet ik straks al heel veel papier losweken. Ik kan hem gewoon in het water zitten natuurlijk wel, hè? Dat wel. Ja, dus de Berry Burst over de Lemon Line Twist. Ik doe hem expres een klein beetje verspringen. En een beetje leven erin. Een mooi dier, hè? Een vlinder. Dat spreekt altijd aan. Ook heerlijk om gewoon even tot rust te komen. Ik zag net in een andere groep een opmerking van jou. Waar haal jij inspiratie vandaan? Nou, ik kan dat heel vaak ook uit de natuur halen. Dan loop ik even duin in. We hebben zo'n lekker poeltje ook hierachter. En daar fladdert en doet er ook altijd van alles wat. Er plonst inmiddels ook wel genoeg kikkers en dingen. Hij is eigenlijk gewoon al leuk zo. Ah, Ella zou Ella niet zijn als er toch nog wat bij komt. Maar dan kan ik hier veel heerlijk inspiratie op doen. Ik had wat krullen uitgedraaid en wat takjes. Dat zit ook allemaal, al die dies zitten dus bij die set. En leuk om dat als het ware als gras te gebruiken. Het is een fantasieschilderij, hè? Zo'n schilderij kan ook groeien, hè? Ik heb nu die tekst dus plat erop gedaan. Maar je zou natuurlijk ook op een kartonnetje, op een papiertje iets hoger kunnen verwerken. Ik denk dat dat ook heel leuk is. Maar zo kan je natuurlijk van alles ermee doen. Nou, ik weet niet of jullie het zien, maar ik doe niet echt heel veel nadenken. En ik heb dus wel een voorraadje van alles uitgestanst. En dat werkt gewoon wel lekker. Als je dan eenmaal bezig bent, dan hoef je niet constant te denken van, oh ja, nog even die, want dan ben je anders wel lang bezig. En dan zou ik ook adviseren, het is natuurlijk geweldig voor die kinderen om zelf ook iets uit zo'n machine te draaien. Of grote kinderen ook, hè, vinden dat ook helemaal leuk. Alleen is het natuurlijk ook wel lekker als je gewoon wel wat kan maken in niet al te veel tijd. En dat is waar ik natuurlijk met de Facebook Lives ook op zit. Dat het allemaal niet te veel tijd moet kosten. Die lijm die droogt transparant op, hè? Kan een beetje een glimmertje hier en daar doen krijgen. Maar dan kan je altijd nog weer, als je dat leuk vindt, als het helemaal droog is, nog wat inkt eventueel oversponsen. Ik denk niet dat het hoeft, hoor, dat hij genoeg kleur gaat krijgen. Maar stel dat je denkt, oh, dat vind ik wel mooi om het daar zus of zo nog wat te doen.
maak ze gewoon ook allemaal op die ik uitgestanst heb. Zo. Nou, en dan is het nog wel leuk om hier en daar een vlindertje te plakken. Ik ga even door het scherm heen, want dan leg ik even. Kijk, hier is er nog eentje. Ik dacht, stel dat ik er nog iets op wil doen. Morgen ga ik ook even kaarten laten zien. Je kan ze natuurlijk ook uitstansen en dat je op de achterkant al van dat stickerpapier doet. Dan is het voor op papier wel iets makkelijker op te plakken. Ik ga eventjes mijn tijdlijn verversen. Vinden jullie het wat waar ik mee bezig ben? Ik weet niet of jullie iets op gereageerd hebben allemaal. Zien jullie het jezelf ook doen? Of moet ik er een workshop van maken? Kunnen jullie het leuk vinden? Over workshops gesproken. Goh, geef je die dan, Ellen? Ja! Ik, vrijdag heb ik nog klikjes opmaken staan volgens mij. 'S middags open atelier. Maar waar ik jullie eventjes in mee wil nemen, is de zomercursus die ik weer gepland heb. Het begint, even uit mijn hoofd, donderdag 13 juni. En het is 3 donderdagavonden. Dat is de ene editie. En een andere is... Ina ziet ze het zeker zelf doen. Oké, helemaal leuk. Nou, ik ging eventjes kijken. Dus op een donderdagavond, 3 donderdagavonden. En ik heb dit jaar ook voor het eerst, voor degenen die misschien van wat verder komen, een zaterdag editie. Daar gaan we een hele zaterdag aan één stuk door. En we gaan met een hele mooie set aan de slag. Het is een cursus waar we met 1 set 3 avonden aan de slag gaan. En daar ga je van alles mee leren. Op mijn site, in de agenda, staat ook een foto van de set waar we mee gaan werken. Er staat nog niet bij wat we allemaal precies gaan doen, want dat is ook een verrassing. Maar ik kan alvast misschien iets laten zien. We gaan in ieder geval ook aan de slag met dit. Wat is dat? Ja, dat is een... Rijdt hij nog? Ja. Dat is een houten kistje. Zit erin. En nog heel veel andere leuke dingen. Dus ik ga verder niets verklappen. Misschien dat er af en toe eens een tipje van de sluier opgelicht wordt wat we gaan doen. Het is wel zo... Dat het is een all-inclusive cursus, dus inclusief de stempelset en de pons waar we mee gaan werken. En dat moet ik natuurlijk allemaal bestellen. Dus het staat op de site erbij tot wanneer je je op kan geven. En dat is wel belangrijk, want dan, ik moet natuurlijk zorgen dat alles binnen is. Ben je iemand... zelfdemonstraties in mijn team, dan ook adviseer ik het absoluut om mee te doen. Maar neem dan even contact op, want ik zou me ook voor kunnen stellen dat je dan zelf de set wil bestellen. En dat vind ik prima, maar dan moeten we daar even contact over hebben. En voor alle anderen geldt, joh, echt, het is nu al 3 jaar doe ik hem, de zomercursus. En het is ieder jaar groot succes. Ik heb er nu 3 avonden van gemaakt. Want we hebben toch allemaal, het lijkt wel of we ieder jaar een vollere agenda hebben. 3 avonden en de 4e avond dus die daarop volgt is inhaalavond. Dus heb je een avond gemist, weet je nu al dat je de 1e, de 2e of de 3e zit. Geen
vervolg in, hoor. Je kan ook best de eerste en dan de tweede niet en dan dus die weken daarna doen. Dan mag je die inhalen. En als je zoiets hebt van, ja, ik kan die 3 avonden, maar ik vind het zo leuk en ik wil er nog meer doorgaan. Dan kan je ook die laatste avond nog extra komen. Nou, ondertussen heb ik heel veel geplakt. En heb ik zoiets, ik ga het eens even drogen. Om te kijken of ik er nog meer aan toe moet voegen. Ik denk het niet. Ik had ook nog groene vlindertjes. Oh, het is wel fris, hè? Ja, het is wel fris. Ik dacht, doe ze er niet bij, maar ik doe ze er wel bij. Ook nog hier en daar. Dat is het voordeel als je eventjes wat voorwerk gedaan hebt, hè? Dan... kan je eventjes uit een voorraadje wat pakken. Oh, wat is die leuk, die set. Weet je, misschien weet je dat, misschien weet je dat niet. In de jaarcatalogus of in de voorjaarscatalogus. In de eerste catalogus waar een set in staat, sommige komen niet verder dan eens één catalogus, heb je wel eens een bundelkorting. Dan krijg je 10% korting op als je de stempel set en de bons of de dice koop. Als een set terugkomt, dan zit het de volgende keer zit het nooit in een bundelkorting. Dan moet je het gewoon allebei apart aanschaffen. Deze set, het is niet echt een goedkope set, maar die zit nu nog in een bundel. Dus tot de catalogus die duurt tot 4 juni. Dus als je hem tot die tijd koopt, dan krijg je 10% korting. Koop je hem daarna, en dat kan dus, hè, want hij loopt ook gewoon door. Dan heb je niet meer die 10% korting. Nou, in dit geval is dat 7,50. Dat is toch geld, zal ik maar zeggen. Ik zal hem in mijn blogbericht ook erbij zetten. Ik heb het ergens opgeschreven wat die kost. Maar ik heb nu een brief ernaast gelegd. Ja. De stempelset is €28. En de dice, het zijn er dus 20, hè. 20, zo dit, heel groot. €47. Is normaal gesproken als je het los koopt dus €75 samen. Maar nu is er dus nog die bundelkorting. In deze, als je het in deze catalogusperiode koopt, zeg maar. En is die €67,50. En dat wou ik even zeggen. Toch leuk, hè? Die groene vlindertjes ertussen ook. Vind ik wel. Ik had daar wat groene vlekjes, weet u het nog, van die inkt. Gaan we even wegwerken. Genoeg? Ja. Kan er nog. Nou, doe maar niet bovenop. Ik denk dat ik hem eventjes zo laat. Lijm weg. Straks even met een nat sponsje en is zo je ding helemaal droog. Kijk, je kan dus deze, zou ik nog een grote vlinder los kunnen knippen. Maar ik vind het wel mooi dat het gewoon hier wat groen en het zo bij elkaar. Op een gegeven moment moet je ook, het is net zoals met bloemschikken altijd, hè, de kunst om op tijd te stoppen. Wat voor lijm ik gebruik? Ik heb nu gewerkt met Art Medium. Dus ja, Mod Podge, misschien heb je zoiets. Ik heb van Ranger ook iets. Je hebt ook een antieke, die zit ik dan te denken om dat in de zomercursus ook te gaan gebruiken. Dus een antiek medium. Want dat past wel heel mooi. Zal ik hem even laten zien, die stempelset waar we mee gaan werken? Ja, dat is misschien wel heel flauw, hoor. Ook met verschillende kleuren en dingen werken. Met deze set, Flora Essence. Dus een nieuwe set. En daar hoort deze pons bij.
Je ziet soms al wat dingen voorbij komen. En ja, terwijl ik zo bezig ben, denk ik van... daar gaan we met die, die bruintinten gaan iets doen. Met een antieke kaartdoosje, dingetje maken. Komt helemaal goed. El, nu even terug naar het heden, het nu. Ik vind hem leuk. Je kan hem nog even signeren, hè. Ik laat hem even rustig drogen. Kijk, zoals je ziet heb ik ook de zijkanten wat meegedaan. En je zou nog een vlindertje aan de zijkant kunnen laten fladderen. Maar je kan het ook zo loslaten. Gewoon zo. De onderkant is wel grappig. Rustig laten drogen. En volgens mij een originele manier om met een set te werken. Ik zal het in mijn blogbericht verwerken. En dan zal ik ook de gegevens bijzetten van wat ik allemaal gebruikt heb. Zal ik wat opties opnoemen voor de lijm. Deze week dus nog het een en ander te doen. Aanstaande woensdag geef ik een lezing in de Schulp. Dat is het dorpshuis in Egmond. En bloemen en papier verbinden had ik het genoemd. Ik ga iets vertellen over bloemen. En ik ga... uiteraard ook iets vertellen over stempels en over wat je er allemaal mee kan doen. En daar ga ik een interactieve presentatie mee doen. Dus we gaan er ook wat mee doen, zal maar zeggen. En geen bloemschik hoor, iets met papier gaan we doen. Dus heb je interesse, kijk eventjes de site van de Schulp, denk ik. Dat stond bij ons in het lokale suffertje in de krant, zal maar zeggen. Volgende week, maandagmiddag, ben ik er ook. En dan die week erop ben ik er eventjes niet. Maar misschien lukt het me wel om een filmpje erop te zetten. Heb je interesse in een van de gebruikte producten of in een workshop wat ik genoemd heb of iets anders? Ik hoor het graag. Zie je, dan gaan we handen er weer voor. En dan zet hij hem weer onscherp. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Maak jezelf ook iets. Ik hoor het graag. Ik zie het graag wat jullie gemaakt hebben. En dan tot de volgende keer. Of tot horens en tot ziens. Dit was Ellen van Bij Ellen uit Rinnegom. Doei!